Wij beheren 50.000 graven, 4.000 daarvan hier op Ereveld Loenen. Die hebben bijna allemaal een naam. Er zijn er nog 103 die geen naam hebben. We starten met het project De Honderd van Loenen. Waarin we een laatste ultieme poging zullen gaan doen om de 103 naamloze oorlogsslachtoffers op het Ereveld Loenen te identificeren. En dat hopen we te gaan doen met behulp van het DNA van hun families en hun nabestaanden. Dit project kan alleen maar slagen met medewerking van de nabestaanden van vermiste personen. We zijn met name op zoek ook naar nabestaanden van uh, mensen die in Duitsland vermist zijn geraakt. Bijvoorbeeld tijdens de arbeidsinzet, uh, arbeidseinsatz. Uh, en we roepen mensen dan ook met klem op om zich bij de Bergers Identificatiedienst van de Landmacht of bij de Oorlogsgravenstichting te melden, zodat we hun DNA kunnen afnemen. de nabestaanden die nog niet weten waar hun eh, relatie begraven is, dat we die eh, straks een graf met een naam kunnen geven, zodat ze een plek kunnen geven aan hun verdriet.